Hallo allemaal, mijn naam is Randy en vandaag is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Terraria 1.3.0.8. Ja, ja. .7.6.5.4.3.2.1.0.implosie. Oké. Oké, dus we staan op een boom, want het is leuk. Ja. Anyway, laten we... Suicide. Je, wat de hel, je spreekt toch gewoon niet? Ik deed dubbele... Ding, maar hij was zo van no perino. Te laat. Oh, zo wrecked. Ja, best wel. Weet je wat ik denk? Nou? Ik denk dat het tijd is voor een boss battle. Peanut butter jelly time. Nee, dat is weer niet. Nee. het is tijd voor een nieuwe boss battle. Nee, het is tijd voor een nieuwe aflevering van... Terraria! Terraria! Wat de fuck doe jij? Ben ik veel. Ik moord gewoon alles uit in mijn pad. Wees niet zo snel, man. Spijt me, maar ik heb wel herbersboots en jij niet. Herbersboots, nee, maar kijk. Oké, mag ik lachen? Ja, ga je gang. Wow. Ik had dus camera mode, dus eng. Dan heb je op F1 gedrukt, moet je even escape drukken. Wacht even. Ik had al zo'n nieuw ding gedaan, dat ik zo snel kon rennen ofzo. Wat? Nieuw ding? Ja, ik had toch zo'n ding gevonden vorige keer, dat ik ook heel snel wil rennen ofzo, dat zei je. Nee, Feral Klaus geeft attack speed, zei ik. Ah, dat was het. Ja. Niet movement speed. Ah, dammit. Rekt! Au, 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 het zijn even vier face monsters hier. Oké, even uitmoorden. Easy. Doei. Wacht even. Niet op. Tandenborstels zijn zo slow. Maar fietslampen ook. Nee hoor, fietslampen zijn super speed. Gotta go fast. Ik zie er letterlijk helemaal niks. Oh wacht. Brightness van mijn beeldscherm staat letterlijk op 0. Goed gedaan. Ik pak even deze Fallen Star en dan gaan we daar naar binnen. Oké. Oh ja, hier weer. Dit enge plaats met die enge beesten. Yes. Het wordt tijd voor een... Hopelijk gaan we dit goed doen. En zo niet, dan is dat een beetje alleen. Maar ja, goed, dat is allemaal. Oude Rhino. Heb je healing potions bij? Even kijken. 23 lesser healing potions. Oh, oké, dat klinkt goed. Alright, eens zien. Wat we nu moeten gaan doen is weer zo'n hartstuk maken. Oh ja. We hebben er toen al 2 stuk gemaakt. Dit is de laatste. Dit wordt de laatste en dan spant de bos gelijk. Dus pro tip. Ga niet bij mij staan. Okay. Want anders dan moet je, uit deze corridor komen. En dat is een beetje moeilijk met die bos. Want die spant heel veel shit. Ik zou zeggen, go your corridor. Ik zal alvast uitleggen hoe de bos een beetje in elkaar zit. Het is een brein. In zijn eerste fase spant hij allemaal creepers. Dat zijn een soort van... Het zijn niet de Minecraft creepers. Maar het zijn een beetje gekke oogbalachtige wezens. En die moet je eerst allemaal killen. En dat zijn er behoorlijk wat. En die zwermen zijn maar om de brain heen. Mm-hmm. En dan als die allemaal dood zijn, ga je naar fase 2. En dan moet je de brain zelf aanvallen. Dat is de makkelijkere fase. Want dan is hij heel makkelijk te dodgen. Dus zolang we daar komen, zit het wel goed, denk ik. Zo niet, dan zijn we een beetje fucked. Ik zie trouwens nog een hart, dan linksboven. Ah, dat is wel mooi. Dat kunnen we dan nog een keer. Kunnen we later nog doen. Als het niet werkt, hoop ik dat, zeg maar, voor iedere hart die je destroyt, is er een kans dat de volgende nacht een meteoriet dropt. Wat ik eigenlijk al een tijdje wil, maar dat gebeurt de hele tijd niet. Mm-hmm. Hopelijk gebeurt dat dan wel als we de boss falen, want... Meteor Armor is namelijk heel goed tegen deze boss. Fuck. Fuck! Shitty ass, dang ass fucking bommen. Ik heb nog één. Ik heb er nog 20 hoor. Oh, ik heb er nog... ik heb 3 bommen, 3 granaten en dynamiet, dacht ik. Alright. You suck. Oh, shut die up. Is mooi, die is mooi. There you go. Explode. En nu... Oh mijn god. Yeah. Het ene blokje ook gewoon, hè? Ja.
I cry so hard. Maar maakt niet uit. Oké, okay. Get ready. The brain of Cthulhu. Er ligt al nog een panic. Has awoken. Oh, ja, yeah, daar is hij. Waar zijn de creepers? Oh, daar zijn ze. Oké. Okay. Dat is de army met creepers die we moeten doodmaken. Auw. Ze targeten jou echt much. Ja, zolang je een beetje zolang ze op afstand blijven, is het geen probleem. Maar. Volgens mij is een yo-yo trouwens hier wel goed tegen. Als ik niet vergis. Ja, op zich. Auw, auw. Oh, wacht, hartjes. Oh ja, ze droppen hartjes, dat is vergeten. By the way, ze droppen ook Crimson Ore en Tissue Samples. En die Tissue Samples heb je nodig om de tweede batch van Crimson Items te kunnen maken. Dus het armor en de pickaxe. Want je hebt ook een Crimson Pickaxe en daarmee kunnen we Hellstone minen. En daarmee worden we weer nog sterker, want Hellstone is nog beter dan Crimson Stuff. Auw. Dit gaat op zich redelijk goed. Redelijk comfortabele fight. Het belangrijkste in deze fight is gewoon dat je een goed open ruimte hebt om hem in te vechten. Want als je als ik niet snel genoeg hier uit was gesprongen, dan had ik daar dus vastgezeten. En dan word je steeds geraakt door die dingen, krijg je heel veel knockback en dan kom je er nooit uit en dan ga je dood. Dus je wil in deze fight echt een goede. Oké, dit is het fase 2. Hierin probeert hij je gewoon direct aan te vallen. Maar zo te zien is een yo-yo echt OP hier tegen. Want hij komt gewoon niet bij je. Ja, dit, hij doet gewoon echt helemaal niks tegen mij. Come at me, bro. Come at me. Yo, come at me, bro. You want some? I give it you. Okay. Mastermind. Nice. Goed, dus nu hebben we tissue samples, Crimson Ore. Ik zal het met je delen. Als we. Ik heb 20 tissue samples. Wacht even, ga even naar waar ik het hart stuk heb gemaakt. Want daar zit nog een panic necklace die ik kan pakken. Dit is een accessory. En die geeft je movement speed als je wordt geraakt door iets. Dus als je dan gedamaged wordt, dan beweeg je sneller. Wat wel chill kan zijn. Ik ga nog even dit hartstuk maken in de hoop op een Crimson Heart. Wat zei je dat hij lag? Waar ik hem dat hartstuk had gemaakt, dus in dat gat. Een Rash Panic Necklace bedoel je? Ja, die ja. Ja. Heb jij nog een hamer toevallig? Ik moet even wat dingen droppen nu, ik heb zoveel bij me. Oké. Toevallig een hamer. Waar moet die Rash Panic Necklace equipment, hè? Accessory slot. En ik kom zo terug hoor. Ja, wat doet die ook alweer? Als je geraakt wordt, dat staat erbij, hè? Increases movement speed after being struck. Oh, ja. Waar hadden we hamers? Even kijken, heb ik een hamer bij me? Nee. Pak het, ik maak er wel even eentje hoor. Don't worry. Komt goed. Alright, nu kom ik weer naar jou toe. Hoi. Even dit hart ook stuk maken voor extra kans op meteorite. Dat mag onderhand wel gebeuren, wat mij betreft. Ah, nog een hart. Wat is dat ding erboven? Dat breinachtige gedeelte. Yes! Oh, what you goes down your spine. Oh, dat is een Crimson Altar. Daar gaan we het laatst nog mee te maken krijgen. Wat je daar kunt doen is met verschillende materialen boss summoning items craften. Maar alleen voor pre-hard mode bosses. En die kun je in hard mode kun je die stuk maken. En dan genereert hij nieuwe ores in je wereld. Maar dat komt heen? Dus later pas. We kunnen nu weer terug gaan, I guess. Oh, naar begin? Ja. Kijk, als je nu ziet, ik heb nu een hart. Mm-hmm. Die werd gedropt door die Crimson Heart die ik stuk had gemaakt. En deze geeft light. Dus dit is een passive light source. Sick. Super chill. Ja. Oké, hoeveel tissue samples had jij? 20. Oké, ik heb er 29. Dus als ik jou dan er 5 geef, dan hebben we ongeveer evenveel. Hoeveel Crimson Ore had je? Crimson 44. En ja. Crimson Ore, hè? Ja, ja, okay. 44 en 1 bar. 44. Ik heb 164. Oh, jezus. Dus bij elkaar staat 208. Dus even kijken. De helft is 104, dus dan moet ik jou 60 geven. Ja. Oh, elke keer iemand die wel kan rekenen. Dat is toch niet zo moeilijk? Nee, inderdaad. I mean. Ik zo van die mensen, dan is het een simpele som. Is gelijk gewoon van, ik pak mijn rekenmachine nog eventjes. Ja. Dus je kunt nu die Crimson Ore veranderen in bars. En dan kun je... Wat ik sowieso zou maken is een Deathbringer pickaxe.
Crafting. En ik heb een Crimson Helmet gemaakt. Oké, 35 bars. Nice. Ik heb er nog 7 over. En wat kan ik dan doen met het tissue wat je zei? Met die tissue kun je dus dingen maken als de Deathbringer pickaxe. Samen met de, zeg maar, dus als je de bars combineert met tissue, zie je dat je de armor kunt maken en de pickaxe. En de pickaxe is nodig voor progression. Ik zie hem niet staan bij craft. Oh, wacht. Lol, anvil heb ik nodig. Idioot-est. Ja. Ja, ik zie een Deathbringer pickaxe, een flesh grinder. Wow. Oh ja, die heb je niet echt nodig. Dat is om meat furniture te maken. De meatball. Dat is een yo-yo. Nee, dat is een flail, sorry. Dat had ik verkeerd. Maar die is ook niet geweldig. Ik ben sowieso geen fan van early flails. Wacht, ik heb een nasty blood butcher. Wat is het verschil tussen die en een normale blood butcher? Dat staat erbij, zeg maar. Er staan er groene of rode stats bij. Maar is die een is gewoon die een drop uit een chest of zo, en de andere is een crafting? Nee, een dat is ook iets wat de Goblin Tinkerer straks kan als we die vinden. Nasty is een modifier. Mm-hmm. En die geeft je extra stats of minder stats, afhankelijk van of je een goede of een slechte modifier hebt. Ik heb nu bijvoorbeeld een Ruthless Thorn Chakra in plaats van een gewone. En die geeft mij plus 16% damage en min 10% knockback. Dus dat doet meer damage, maar minder knockback. En als je hovert over dat wapen, dan zie je dat ook staan. Dan zie je groene en een rode tekst. Of alleen groene of alleen rode, afhankelijk van je modifier. En dat zijn de stat buffs slash debuffs die je krijgt van de modifier. En als wij de Goblin Tinkerer vinden, dan kunnen we items en accessories gaan reforgen. En dat betekent dat we die modifiers kunnen veranderen. En dat is super nuttig. Cool. Ik ga even een beetje onder de grond rondlopen. Is er nog iets meer mogelijk? Ik heb nog 23 Crimson bars over. Misschien armor of zo? Wat heb je nu gemaakt? Ik heb de Deathbringer gemaakt. De Deathbringer pickaxe, oké. Ja, verder. Ja, wat je verder eigenlijk. Oh, die Jungle Spores. Is die niet handig? Oh, yes. Of niet? Jungle Spores, dat is ook een crafting material. Waarvoor gebruik je die? Die gebruik je voor het maken van die Thorn Chakra die ik heb bijvoorbeeld. Ik heb de Tinker. Oh, ik heb een Arcane Depth Meter gekregen. Cool. Die heb ik jou gegeven. Ah. Die moet bij accessory? Die kun je gewoon in je inventory houden. Oh. Want die geeft je de informatie hoe dan ook. Ja, ik zie het. Rechtsbovenin. Ja. Is het serieus weer in inches of zo? Of een. Oh mijn god. Ja, het is allemaal die shit. Oh yes! Hell yeah, legendary Blood Butcherer. Dat is de beste modifier volgens zwaard. Legend? Wait for it. Ik heb die Tinker gevonden onder de grond. Zou ik een Crimson Helmet maken? Of een. Dat kan. Dat kan je doen. Ja. Of zou ik nog iets sparen of zo voor later? Je kunt ook. Ah, ik weet niet. We gaan vrij snel door met progression, dus ik weet niet of je dat per se wil. Ja. Ik heb een Crimson Helmet gemaakt zelf. Dat doe ik ook dan. Maar dat is geel aan jou. Kijken of ik hier nog iets mee kan met deze shit hier. Wat doen die lopende dolfijnen eigenlijk? Het zijn lopende goudvissen, Tom. Ah. En waar komen die kleurige chesten vandaan? Goud, die heb ik gevonden. Ja, welke soort bio eigenlijk? Die blauwe bedoel je? Met dat geel erop een beetje en zo? Ja. Dat zijn ocean chests. Ik ben naar de ocean geweest. Toen we even gestopt waren met opnemen, ben ik even wat gaan exploren op de wereld. Nice. Ja. Ik kom even terug. En ik heb de Tinkerer namelijk gevonden. Ik ga een huis voor hem bouwen. Sick. Wat zeggen ze eigenlijk, die mensen? Ze spraken wel iets blauws of zo. Ja, wacht, ik zeg iets over vis. Ja, soms dan gaan ze een gesprek houden met elkaar of. Ze hebben het over soep. Nee, konijnen. Nee, walvis. Ja, het gaat echt helemaal nergens. Boompjes. Soep. Soep. Ja, vliegende vogels. Vogels. Ja, het gaat echt zo nergens over, maar het is wel grappig.
Nu zijn ze een beetje aan het nadenken over een nieuw onderwerp waarschijnlijk. Hamer, hamer, hamer. Kom, bier! 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 No! Dynamiet! Nee, visjes. Goudvis. Nee, meneer. Goudvis, hè? Ook niet, ook bij... Nee, verboden. Bier! Nice. Nee. Hoed, of een boek is dat, wat is dat? Dynamiet. Weet ik veel. Ik ben niet aan het opletten, ik ben dit huis even aan het maken. Ook bij, dat is ook alweer, de Sims, welke van die rare dingen, hè? Dan gaan ze praten over iets, dan zie je zo, daarna zegt die andere zo van, nee, dat gaan we niet over praten, verboden dat, zie je zo'n kruis er doorheen. Lol. Ik vind het wel een mooi huis, dit. Ja. Even kijken. Fuck, dat is niet wat ik wil doen. Oh, je maakt de platforms hier. Nice. Ja. Even voor de... Maar Randy, ik vroeg mij af, wat is jouw favoriete game alle tijden? Smash Bros. Melee, sowieso. Nice. Er is geen betere game dan dat. Ik ga 3 oktober ga ik naar een toernooi weer. Ja, ik zag dat je dat tweet iets van... Weet je toch iets, een A of zo? Avalon M, ja. Avalon M, ja. Dat. Dat wordt echt kicken hopelijk. Ik ben 1 keer eerder geweest naar een toernooi. De 24e zei je, oktober? 3 oktober. Ik zal niet hoe je op 24 komt. Geen als idee. Ik 3 zeg. Nee, dan ga ik zelf naar, ook naar iets. Net een vriend van mij naar een metal concert. Dus dan oh, oké. Okay. Oh, je dacht dat het... ja, je dacht het is allemaal connected. Ja. Je moet connected blijven, hè? Ja. Digital, man. Digital, man. Hallo, Japan. Japan. I don't know what you say. Hallo, Germany. Don't waste my time. I don't know what you say. Aber Rundstag? Ah ja, is zo goed. Je weet wel, Aber connected zijn. Ja, ja, natuurlijk. Die gast is helemaal loco. Geweldig, echt geweldig hoor. Ik vind hem echt een beast. En mijn favoriete game is, dat weet je vast al, Call of Duty 4. Misschien, ah ja, dat had je het over. Dat is een beetje raar, denk ik, voor de meeste mensen van, Call of Duty 4, what the fuck? Toch Minecraft? Nee. Minecraft? Het ziet alsof dat Tom's channel is. En eindelijk is die game, ik heb het heel vaak gewoon Pirate gespeeld. Ah, Pirate, mag niet. Fuck dit. Fuck. Whatever. Alleen was vandaag op Steam, eindelijk een keer, die mensen van Activision zijn zo greedy. Een game kost nog steeds, die game is 2007 uitgekomen. Die kostte nog steeds €25, deel 1 zelfs €20. Die is echt al 11 jaar oud, 12 jaar oud. En maar het ook gewoon 5 jaar oud, 60 euro. Is nu vandaag €12,50. Ik dacht gewoon, oké, weet je wat, fuck it, ik koop hem nu gewoon. Ja, slim. Ja, weet je, anders staat het ook niet op, hè. Ik bedoel, dat is echt zo'n bullshit, al die... Ik bedoel, hoe kun je voor zo'n uitspel nog zoveel geld vragen? Come on. Kapitalisme, hè? Het ene stukje roop hier. Alright. Here we go. Ik ga even wat shit wegstoppen. Aha. Zo. Ik heb wat dingen gehaald. Hij heeft het ding meegenomen, dat statue gedoe gebeuren. Die had ik al eerder, volgens mij. Ah. Ik ga even zorgen dat de tinkerer nu in dit huis gaat wonen. En ik ga dit plaatsen. Dit. Ah. Dit is een tinkerers workshop. En hiermee kun je bepaalde accessories combineren tot betere accessories. En je leert wel wat dat zijn, want dat is een beetje een kwestie van onthouden. Maar bijvoorbeeld, ik heb die Hermes boots, waarmee ik sneller kon rennen. Mm-hmm. En bij de tinkerer heb ik rocket boots gekocht, die doen dit. Sick. En die twee heb ik dus gecombineerd. Nu heb ik... Trouwens. Kan ik en snel rennen en heb ik die float in één accessory. Dat is al sick. Ja. Yeah. Maar ik zie hier staan, Bobby wants you as the official tandenborstel errand monkey. Quest. I hear in the underworld that the king of all demons is actually a fish. Just imagine the absolute power I would have if you caught it for me. Caught in caverns. Dus die anger is basically, die geeft je dus fishing quests. En dan moet je naar een bepaalde area gaan. Demonic en daar, hellfish, oké. Okay. Proberen die op te vissen inderdaad. Questvissen zijn best wel rare, dus daar kun je nog een tijd over doen. Maar het kan wel goede loot geven. Dus die angler geeft soms best wel goede rewards. Nice.
Dus dat is wel interessant op zich. Dus ja. Hoeveel... Ah, de tinker is hier. Kom eens even hier. Ik kom eraan. Mooi. Hij heet Marunok. Ja, je hebt een sawmill gemaakt. Zie ik. Ja, hier is die tinker. Zoals je ziet heb je de keuze tussen shop en reforge. Ja. Het eerste wat ik je aanraad is om rocket boots te kopen. Bij de shop. Shop. Rocket boots. Buy price 5 gold. Volgens mij wel. Even mijn chest kijken. Ja. Ik ga ondertussen even wat dingen reforgen. Geef een warding. Ik heb 21 gold bars erin zitten. Ja. Nee, niet bars. Je hebt het geld nodig, hè? Niet Oh, de coins. Ja. Ik heb geen gouden coins. Fuck. Je mag wel van mij lenen. Kom hier. Ik geef je 10. Ik heb letterlijk 42 zilver en 90 koper. Dat is helemaal niks. Dat is best wel ruk, inderdaad. Hoe de fuck heb ik helemaal niks? Omdat als je doodgaat, je geld dropt, waarschijnlijk. Ja, maar ja, nog steeds. Oké, kom eens hier, jongeman. Alsjeblieft. Nu kun je de rocket boots kopen. Oké. En als je naar het reforge menu gaat. Ja. Dan kun je dus je accessories en je wapens kun je reforgen. En als je accessories reforged, dan krijg je bonussen zoals extra defense, extra mana, extra damage, extra attack speed, extra movement speed. Dat soort dingen. Welk moet ik gaan reforgen nu dan? Ik weet niet wat je allemaal hebt, maar je kunt wapens reforgen of accessories. Dus bijvoorbeeld mijn Nasty Blood Butcher en... And... Ja, die kan je bijvoorbeeld reforgen als je dat wilt. Samen met welke? Huh? Hoe bedoel je met welke? Oh, laat maar. De reforge die je krijgt is random, dus... Oké. Ik ben een beetje unlucky, ik krijg alleen maar shit reforge. Hij is damaged nu. Dat is jammer. Dan heb je dus echt zo'n shit reforge gekregen. Nu is hij sluggish. Dat is ook niet goed. Nu is hij godly. Oh, godly. Oh, dat is nice. Dat is... wacht, je blood butcher? Ja, godly. Dat is de ene beste die je kunt hebben, dus hou hem maar daarop. Ja, niet verder gaan. Nee. Oké. Waar moet ik mijn rocket boot precies doen? Ik ben zo goed in het spel. Het is ook een accessory. Oh, ja, ik heb hem. Als er staat equipable... Dan is het een accessory. What? Als je eroverheen hoevert. Wow, dude. Dubbel jumpen dan. Oké, okay, rip. Pas op de falling damage. Ja. Dat had je even zo aan kunnen zien komen. Just saying. Dit is awesome. Volgens mij heb ik nou echt inmiddels iedere reforge Yes, eindelijk. Warding. Dat is de beste reforge. Nice. Warding geeft plus 4 defense. En defense, als je veel defense hebt, dan krijg je echt upper damage. Dus ik probeer al mijn accessories warding te maken. Alleen dat, Ik zie constant hieronder iets oplicht en een cave. En ik wil er nu even heen gaan. Oké. Het maakt mij helemaal gek. Maak me gek met je mond. Ja, dat ding vliegen niet rond. Maak me gek. Maar je kent de klassiekers. Oké, daar zit helemaal niks in. Dat is belangrijk, hè? Nee. Ja, het is. Soms geeft hij wat rare lichteffecten en zo. Zo. Afgesloten. Afgeschlossen! Wat doe je nu? Nog meer aan het reforgen? Ik heb bijna geen geld meer, maar ik probeer een warding te krijgen, maar het lukt niet. We laten hem maar op armored, plus 3 defense, almost the same. We tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Dangerous okay. Deathbringer pickaxe, ik vind het mooi. Dat lijkt me de tweede nice. Beste. Ik heb agile, dangerous is niet de tweede beste volgens mij. Demonic.
Demonic is best wel goed. Ja, ik laat hem zo. Ja, doe maar. Ik heb ook een Demonic Chakram. Nou, nice. Ja, dus dit ziet er allemaal goed uit. Wat we nog... Even kijken. Qua progression... we kunnen even naar de Underworld gaan als je dat wil. Wacht eventjes. Oh, je kan niet je armor reforgen. Dang it. Nee, je armor kan je niet reforgen. Dus het blijft zoals nou, we kunnen naar de Underworld gaan. Sure. Volgens mij was dat hier naar beneden. Ja, heel erg naar beneden. Ja, het duurt wel even inderdaad, maar... Toen moesten we naartoe hakken, nu kunnen we er gewoon naartoe lopen. En springen. En hoeken. Et cetera. Elektronische apparaten. Zoals de MP3. Ja, wat betekent... En dat soort dingen. Wat betekent, et cetera? Nou, elektronische apparaten, die hebben bijvoorbeeld, zeggen ze wel eens... MP3, tv-ontvanger, et cetera. Ja, ik snap niet hoe je zo dom kan zijn. Ik ook niet. Ik snap het echt niet, dat gaat me echt te boven gewoon. Hoe ben je zo stupid? Why are you so stupid, man? Why you have to be so mad? Yeah. It's just game. Ik zie een vis daar. Oh, wacht, dat is een piranha. Laat maar. Dat is niet echt een plek waar je wil zijn. Al die grafstenen ook overal. Waarschijnlijk zijn de helft daarvan boulder kills op mij. Ja, en ook... Oh ja, hier van mij zijn vier gekomen, waar jij nu staat. Oh ja, inderdaad. Omdat je... Ja, hier staan ze, die twee. Ja. Thunderborstel didn't bounce. Thunderborstel didn't bounce. Wacht, ik ga deze editen. Hoe dan? Oh, welke doe jij? De rechter? Ik doe de linker. Ik doe de rechter. Nice. Ik zal even overheen hoeveren. Ik heb die andere. Oh, you shithead. you little cheeky prick. Sorry. Maar ik had verwacht, jij gaat ook iets idioos over mij zeggen. Ja, klopt. Dat is ook zo. even kijken, dan moeten we hier deze kant op. Wat een rare gang dit, allemaal. Ja, dit hebben we allemaal... een deel van hebben gegraven. Ah, ik zie het al. Beneden. Wow. Alright. Nieuwe rocket boots hebben, kunnen we een beetje de Underworld langs. Ik denk echt constant dat ding van jou een monster is. Een rode slime. Oh, die hard. Ja. Hij is om te helpen, don't worry. Dat was mijn telefoon die afging tijdens de recording. Ik ben heel slim en ik heb hem niet op stil gezet. Oh ja, hier was het, hè? Ja. Pas op! Oké. Goed. Wow. Oké, dit wordt een beetje... Is het Severino? Pielen? Nee, je kunt hier niet safe naar beneden vallen, denk ik. Oh, firebats. Ja, dat is een beetje kut, want ik sta hier op een heel dun platform en dan... Get away from me! Oké. Ik ga mijn ik heb mijn stone blocks weggelegd. GG Randy, je hebt stone blocks in je chest eraan terwijl je die nodig hebt. Oké. Okay, ik heb die bij me. 32. 24. Nou, dat is niet... Oh, fire imp. Pas op. Die teleporteren naar je toe. Dat is een beetje irritant. Hier, wacht. Ik moet ze geven. Wat zeg je? Hier. Oh. Thanks, I guess. Even een beetje een bruggetje te maken. Ah, een nether fortress. Ja. Dat is basically hoe dat is. Het heet hierin gewoon een obsidian house, geloof ik. Als ik niet vergis. Alright, hier kunnen we naar in. En dan hebben we een beetje een safe plek om naar de onderkant te gaan. Hier is een hellforge. Deze ga ik minen. Daarmee kunnen we straks hellstone gaan omzetten tot hellstone bars. Dus daarvan hebben we er eentje nodig, maar ik heb er nu eentje. Je mined het door. Oh. Hier is een klok, die neem ik ook mee, want die vind ik mooi. Pas op, dat is een bom. Dat is een demon. Snap je de reverence? Nee, niet echt, wat? Je mind de klok, pas op, dat is een bom. Weet je oh! Waar is de fart noise? Waar is de fart noise, Randy? Oh mijn god, klaar. Oké, dus wat doe jij? Gaan we hellstone minen. Oh, dat is stuk 4, dit is hellstone. Je moet oppassen alleen, als je hellstone mined, komt er, zoals je ziet, oh wacht, lava vrij. Dus hellstone mine is een heel precies proces en vereist een beetje strategie. Maar dat vind ik juist wel leuk aan hellstone minen. You could potentially get us both killed. Oh, er zit een fucking imp hier, wacht, die ga ik even killen. Die imps zijn enorm irritant.
Oh. Ik heb nu, even kijken, 8 hellstone. Is dat, wat materiaal is dat? Hoe goed is die? Dit is het beste pre-hard mode materiaal. Oké, nice. Het verdwijnt ook niet als het in lava valt, gelukkig, want anders was het onmogelijk geweest om te minen, maar... Oh. Maar je kunt dus zeg maar van die hoekjes eromheen minen en dan... Dat was het. Dus met dit, hier moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Want anders dan fuck iets op en dan is het ripperino's. Ga maar verbrand je. Want dat is leuk. Als jij verbrandt is dat leuk. Oh, shut up. No, you shut up. Oké, wat ik meestal doe is hier inderdaad met stone blocks werken. Ah, nu zie ik het, zo. Maar die heb ik niet, dus ik, ja. Yeah. Oké. Koffer dit even. Kan dirt ook? Dirt blocks? Ja, alles. Zolang het lava tegenhoudt. Dus... Behalve hout. Hout werkt ook. Ja, je rip. Randy. Ik was net bezig met fucking dirt plaatsen. Oh, zie je dat niet? Oh. Ik tip bijna jou. Yo, sure. Oh, wacht, zo moet het, hè? Huh. Hallo. Dag, jongens. Hallo, jongen. Wat ik ook wel eens doe, en dat is een makkelijkere manier, is er gewoon naast gaan staan. Als je een beetje ruimte hebt, werkt dit. Want lava valt altijd recht naar beneden. En dan ga ik hier dus een soort van... Gallius. Ik heb geen tijd voor jou, Gallius! Hier kan je gewoon... Dan de volgende stap. Dan... Even oppassen dat hij niet... Wacht even. Stop eens even. Als we dit hier onderweg minen... Dan stroomt het straks ook gewoon naar beneden. Dan kunnen we... Hier... Pas op! Dat is niet heel erg extreem gevaarlijk, maar... Het... Wel oppassen als je dit mint. Kijk die bed even spastisch doen daar. Hmm. Het gaat niet om muren heen, Tom. Pas op! Okay. Auw. Je bent echt... Net op tijd als ik ben gegaan. Heb je een potion? Wat voor dan? Je hebt 30 HP. Oh. Niet extreme... Oh, maar... Oh shit, fuck, Jesus. What happened? Die bullshit fire imp. Waar is die fire imp? Oh, daar. Nu daar. Die TP terwijl hij is, dat vindt hij leuk. Vindt hij leuk. Yep. Kitty life, oké. Okay. Where you at? There you at. Hallo. No regards. We hebben wel extreem veel hellstone nodig. Om alles shit te maken. Ten eerste wil ik een full set van armor maken, want dat geeft goede defense. Die ene demon die maakt van die particles die de Providence in Risk of Rain geeft. Dat is die laatste boss toch in Risk of Rain? Ja. Cool. Is het niet. Van die paarse rondjes met van die spikes eraan. Ja. Lijkt op die ene ding van Providence. Oké. Okay. Oh. Moet ik hier een keer Risk of Rain gaan doen? Met ja, zeker. Ja, hij is dood. Gaat ook let's playen? Ik ga denk ik binnenkort een keer met gewoon opnemen. Het is zich een hele leuke game om te gaan recorden. Ja, want ik wil wel meedoen dan namelijk. Als dat mag van jou. Nee, dat mag absoluut niet. Maar ja, mensen, ik ga eventjes die halfwege het even onderbreken. Ik ben al momenteel al bijna dik een half uur bezig met opnemen. Dus ja, bedankt voor het kijken. En ga naar het kanaal van Randy. Het zit in de beschrijving. Slices of Life. Slices of Life, bitches! Oké. Okay, yeah. Stukjes geschaafd van het leven. Ja, zo kan je het noemen als je het leuk vindt. Ja, vind ik leuk. Oh, vind je Lubeck? Oh, wat vind ik leuk gesproken? Vind je de video ook leuk? Laat even een like achter en een comment en Oh, dikke segway! Oh, segway! Wat bedoel jij eigenlijk met segway?
Als in overgangetje. Oh, zo. Leuk bruggetje, leuk bruggetje. Ja, vind ik ook. Doei! Later, jongens. Jongens.